Wacht, nee, afkomst. Ja. Afkomstig van Marokko. Ja, ja. Je oma en je opa. Ja, ik. Ik was zeker de definitie van afkomstig van jullie. Hoeveel broers dus heb je? Acht. Vier broers en drie zus. We zijn acht. Zeven met acht. Ik ben alleen broer. Ik ben een heel alleen man met mijn kindjes. Ja. Ah ja. Het is een familie wat toch dat je hier hebt. Ja. Jammer, nog niet toffer. Broer is zelf de Marokkaanse. Als je naar Noord gaat, ga je soms boodschappen. Islam is zo, hoe het zwemmen is, dat je het kan opzetten. Ja, zelf zijn allemaal Marokkaanse. In Brussel, dat is een mening, dat is niet alleen Marokkaans. Je hebt Turks, Albanese mensen. Maar ze zijn allemaal moslims. En als je gaat naar de market, je hoort alleen veel taal. Ja, we gaan het goed doen. Wat is dat nu? Dat is toch soms niet, hè? Dat is tof. Nee. En computer zitten zo. Oh ja, dat is nog wel zelf, ja. Een hobby is zo. Kijk, naar wandelen, buiten ook een beetje zee, dit allemaal goed film maken en ja, dat is heel droog. Helemaal niet je boos zijn. Hij vindt het leuk. Nee, ik ga zeer boos zijn. Nee. Alleen hobby is voetbal. Ja, dat is goed hoor. Voetbal is goed. Ja, ik heb ook goed gespeeld. En vandaag? Vandaag? Vroeger. Vroeger toen ik mee woonde. En nu, je vindt dat niet meer leuk hoor? Jawel, het is altijd leuk, maar de mensen laten staan. Niet veel tijd. Of, ja, ik heb ook niet zoveel tijd om te leren van school werken. Ik had maar een maandje in te doen. Wetenschap en ijzel. Jullie moeten veel samen praten. Ja. Wetenschappen, wiskunde en vijfde. En jij? Doet jou op je. Dertien jaar. Ja, drie keer blijven we in het eerste. Ik ben deelgenomen aan het examencommissie in Brussel, zodat ik volgend jaar naar het vijfde kan overgaan. Super. En jullie moeten echt praten samen. Ja, aangezien dat hij heel interesse heeft voor wetenschappen. Ja, maar dit jaar had ik een paar problemen, waardoor dat ik het jaar niet had gedaan. Ja, dat hoorde je. Allee, je bent 17 zeker, hè? Allee? Dat u 17 bent of zo. Ja, dat is de reden. Ik ben 17. Nee. Ik was eigenlijk de jongste van de klas. Mm-hmm. Maar ik was zeer vaak afwezig vorig jaar. Mm. Dus ja, ben je alweer zitten. En nu ben ik zelf leeftijd zoals de rest van de klas. Als je een lager is mijn moeder nu iets van de app doen, hetzelfde als dat van jullie? Nee. We hebben meer theorie. En eerst gaan Cirilla vergoeden? Oké, dat is met curry of? Ja, een beetje curry, kruiden een beetje op elkaar of niet? Zou ik zo zeggen? Als je dat is het toffe stuk van wetenschappen, dat zijn experimenten al dat. Nee, het zitten meer de theoretische stukken. Ik heb je bordjes in. Een groot experiment. Soms is dat ook wel echt tof, hè? Ja. Het hangt er wel af van waarover je praat. Waarover je leren jullie niet in de klas? Bedoel, doe je tijdens de wetenschap van ja, zo? Ja. Ik leer over, alleen bij chemie leer ik over die samenstelde stof. Ik ben curieus, verweert zich dat de lijken. Ik heb wel gehad over die molaire. Dat is pizza, niet molaire massa. Ja, ik had daar altijd problemen mee. Nee, kijk aan de kruiden. Ja, maar nee. Als ik het terecht kreeg, was het gemakkelijk, want ik studeerde die van. Allemaal rusten wel, dat was een beetje strak. Nee, als ik een moment de les niet had gehad, studeerde, herhaalde ik dat nooit. En kreeg ik dan de toets en is alles van, wat was dat ook alweer? Oké. Okay. Ja, maar dat is het grote probleem dat ik heb. Ik studeer nooit. Inshallah komt goed alles.
Dat je wat bent. Mama, denk je dat mijn broer is aan het winnen nu of niet? Nee, ze zijn aan het verliezen. Vorige maand zijn we gewonnen, maar toen was ik geblesseerd door die jongen. Ik ga zelf wel straks vragen naar je vriendje. Oké. Ik heb het ook wel straks vragen. Die heeft een schok tegen mijn knie. Op school? Nee, ik deed een jumbalmatch. Vorige zaterdag heb ik mijn nog gezien. Moest ik toch gewoon doen. Ja? Ja, natuurlijk. Maar dat is niet pikant, gaat gepest gaan, nee, beetje pikant zijn. Nee, ik eet pikant, maar ik maak het zonder pikant. Mama, wij wel, we eten ook pikant. Ja. Ja. Mama, Jasmin. Jasmin, mijn dochter ook niet. Ze eet nu ook pikant. Ik ken mijn zoon wel. Ik heb ook pikant. Ja. Ik wist zelf niet dat de kant eigenlijk geen smaak is. Ik zat daar in de les. Nee, dat klopt, hè? Ja, nou, zes basissmaak nog zo. Ja, en pikant is geen basissmaak. Ik vind het allerraarste, dus umami. Dat is van woord. Dat is ook een basissmaak. En de wetenschappers zoeken ook op. Allee, ze onderzoeken ook dat vet ook een smaak is of zo. Wat is? Dat vet ook een smaak zal zijn, volgens het onderzoek. Niet goed? Nee? Jouer. Ik was langs een tijdje dat wel opgezocht is. Het was, ik denk, in het tweede of derde. Dus de pikant is niet de smaak? Nee, de pikant is eigenlijk gewoon de voedsel dat je tong opvat. En dat heeft een smaak. De pijn heeft eigenlijk een smaak. Als je het zo zou kunnen zeggen. Ja. Daarom, want soms bij papa, als ik eet, is dat te warm, dan denk ik dat het pikant is. Dan denk ik, stop, maar dat is niet zo.